Bosjdi, dan kijk je terug op je 90 minuten, eindelijk weer 90 minuten. Zwaar, zware benen. Was te merken op het eind, hè? Ja, kramp, maar dat begrijp ik ook. De laatste wedstrijd bij Vitesse 1 was volgens mij 4-5 maanden terug. Dus ik ben blij dat ik 90 minuten heb gemaakt. Dus ik heb pas een 8-8 minuut pas kramp. Dus ja, ik ben wel tevreden. Ja, tevreden. Wij zijn niet tevreden met de punt. Al de tweede helft ben je even pushen. Maar goed, het staat net niet in. Ja, je speelt in een team en je speelt voor jezelf. Ben je voor jezelf blij ja, dat je eindelijk weer speelt? Correctie, ik speel niet voor mezelf, ik speel voor Willem II. We zijn gewoon een team. En je ziet ook dat wij gewoon hebben gevochten als Leeuwen. Het publiek die achter ons stond, dus, voorin misten we net de scherpte. En volgens mij hadden we nog een penalty moeten krijgen als ik goed heb. Anders. Ja, volgens mij is het een penalty, maar. Dat was een twijfelgevalletje. Ja, oké, is goed. Maar hij zei van dat het een penalty was, dus. Nou goed, 0-0. Daar kunnen we een beetje mee leven. Goed zo, er was één ploeg die intenties had vanavond. Dat was jouw ploeg, Willem II. Maar was het genoeg om, ja, om die drie punten over de meet te trekken? Niet. Omdat wij voorin, als ik net zei, net niet scherp waren. Of de eindpas was niet goed. Of de schoten die net naast waren of net op de keeper. Maar zoals ik al zei, we hebben de nul gehouden. Dat is ook heel erg belangrijk. En we hebben gevochten, dat is ook heel goed. En een puntje, daar ga je naar achter komen in deze strijd die Willem II voert. Ieder puntje is er één, dus is er ook eentje die veel waard is. Ja, maar we zijn er niet tevreden mee, dat is wel duidelijk. We kunnen volgende week wel weer herpakken Excelsior uit, dus ik heb wel zin in. Was het wennen? Wennen? Nee. Nee, eigenlijk niet eigenlijk. Ik heb bij Lucas op de kamer gezeten, andersom. Een beetje met elkaar gepraat. Ik praat ook heel veel met andere jongens. Onze aanvoerder die ik heel veel coach aan praat. Dus het is eigenlijk erg makkelijk voor me geweest. Ik ben eigenlijk gelijk, heel veel jongens ken ik ook al. Dus ik voel me gelijk thuis. Heb je voor jezelf het idee dat je het gif kon brengen dat we van je gewend zijn? Ja, daar laat ik aan de kijkers over. Ik weet wel dat ik me dat ik wel 100% heb gegeven. Daarmee bedoel ik van gewoon het wel gaan. In het begin was het een beetje moeilijk voor me. Omdat je hebt heel lang niet gespeeld. Zwaar veld. Supporters, normaal speel je in de tweede elftal en er komen volgens mij 50 man kijken. Maar goed, ik heb me eigenlijk goed hergepakt, denk ik. Maar helaas, geen drie punten.